Mijn werk en mijn leven, dat is eigenlijk hetzelfde. Liep eigenlijk helemaal in elkaar over. Op school bijvoorbeeld was ik niet zo goed, omdat ik altijd ondertussen dacht aan het werk, wat ik eigenlijk zelf wou doen, mijn verhalen. En ook zat ik wel eens daar te tekenen, stiekem. Of ik een workaholic was. Nou, ik was ook af en toe verliefd en dan had ik geen tijd om een workaholic te zijn. En ik moest ook mijn kinderen opvoeden. Maar tekenen is voor mij toch het allerleukste geweest en het allernoodzakelijkste tenminste. Noodzakelijk is het nooit, maar ik wou eigenlijk niks anders. En ook schrijven. Ik heb de mooiste sprookjes geschreven die er zijn. Toby Vos heeft haar hele leven getekend en verhalen geschreven voor kinderen en volwassenen. Ze mag dan niet zo bekend zijn als Annie M.G. Schmid of tekenares Fiep Westendorp. Toby Vos combineerde beide talenten. In de oorlog vervalste ze tientallen persoonsbewijzen. En na de oorlog werd ze moeder van twee zoons. Al die tijd bleef ze tekenen en schrijven voor kinderboeken, het PTT Bedrijfsblad, voor reclame en voor vrienden. Tot haar vele tegenslagen behoort een huurconflict waarbij ze werd gedwongen te verhuizen van de chique Van Egestraat in Amsterdam naar een flat in de Bijlmer. En ook daar werd ze onlangs uitgezet toen haar woning werd gesloopt. Kijkt u naar Toby Vos, Leven en Werk. Ik vind het heerlijk in de Bijlmer, vooral omdat het zo heerlijk rustig is hier. En, want er komt niemand op bezoek. Nou heb ik een vriendin die is erg dapper, maar die zegt, ik kom niet bij jou hoor, want ik vind het daar veel te eng. Ik vind het zo griezelig met al die gevaarlijke mensen om je heen. Ja, en het is waar, ik ben al 2 keer beroofd. 1 keer in de lift. Ik stond samen met een hele nette meneer in de lift. En plotseling, terwijl de lift omhoog ging, pakte hij een mes, een lang mes, en zei, your money or your life. En ik had een zware zak met boodschappen bij me. Dus ik sloeg eerst met die hele zak op het mes. En toen begon hij, ja, ik had een riem met mijn tasje eraan. En daar begon hij aan te snijden met dat mes. Maar het is een hele stevige riem was dat. En ik kon er niet doorheen komen. En toen sloeg ik hem ondertussen met die tas steeds op zijn hoofd. En op laatst brak er een fles melk of yoghurt. Nee, yoghurt was het. En dat ging, gek genoeg, want ik begrijp niet hoe het kan, maar dat ging toch kapot. En dat was net op zijn hoofd. En toen was hij helemaal wit, tenminste. En dat was heel contrastrijk, omdat hij zwart was. En hij keek met 2 verbaasde en ontstelde zwarte ogen door de yoghurt mij aan. En ik gilde als een bezetene en ik drukte me ook tegen de wand van de lift. En de mensen die dan hadden aangebeld en de deur stopte, en dan gingen ze niet naar binnen. En dat vond ik vreselijk dat ze niet naar binnen kwam, want dan was ik gered. Hij rende naar buiten en hij ging de trap af. En toen met mijn tas dus. En toen kwam er ineens een andere zwarte man aan en het was een Ghanees, heb ik naar de hand gehoord. Toen zei ik, ga die man achterna, ga die man achterna. En dat deed hij, hij rende ook die trap af. En toen ging ik naar de tweede etage en toen stond daar die Ghanees met mijn tas. Daar zat natuurlijk niks meer in. Zo jongens. Oh, we kunnen zeker niet in. Heb je ook wel goed contact met buren? Of? Ja, naast mij woont een Antilliaanse vrouw die heel vriendelijk is. Die altijd zegt, hallo Toby, hoe gaat het? Verder niks, dat is onze hele conversatie al 15 jaar lang. Lekker rustig en vriendelijk. Maar voor de rest is het prettig. En voor de rest vind ik het hier heerlijk. En ik kan hier heerlijk tekenen, want ik heb een kamer op het noorden. Het is mijn tekenkamer dus. Noorderlicht, dan heb je ook geen schaduw als je werkt. Ik weet dat ik, oh, ik heb een tekening die zo vreselijk mooi is dat ik hem even moet laten zien. Mag ik even weg? Ik heb het erover wat ik allemaal aan mijn tekenaanleg te danken heb.
dat ik altijd de prijs win bij tekenen en dat we dan in een autobus op reis gaan, allemaal door mij. En op voorwaarde, zeg ik er dan bij, dat ik het volgend jaar lang word voorgezegd op school. En je ziet precies hoe dat kind dat doet met dat achter haar handje. En ook dat ik als enige bij de boeren van alles los krijg als ik een portret maak van de boer voor zijn boerderij, terwijl de anderen eindeloos moeten zwoegen door het land. Tijdens de hongerwinter. Ja. Dat ik, als ik gearresteerd word, er onmiddellijk weer uitkom omdat ik de Duitsers flatteurs portretteer. En dan, om maar niet te spreken van het waanzinnig vele geld dat ik heb uitgespaard als ik een verjaardagscadeautje moest geven. De manier waarop ik hier gekust word en me afwend tegelijk, en die tekening in mijn hand, en die andere mensen met hun cadeautjes. Dat is toch leuk, hè?